Hoi, ik ga vandaag een unboxing voor jullie doen, want de pakketjesman stond net aan de deur en die kwam een enorm pakket brengen. Het pakket is van Come Get Fashion, die vroegen mij of ik een paar items wilde uitzoeken en dat heb ik natuurlijk met veel plezier gedaan en ik ga nu met mijn schaar het pakket openmaken en alles aan jullie laten zien. Ik ben heel benieuwd hoe alles eruit ziet, want ik heb nog geen ervaring met deze webshop. En het is dus een webshop waar hele leuke betaalbare kleding te koop is. En sieraden en tassen en zo, allerlei accessoires. Alles zit in van die zakjes, plastic zakjes, net zoals bij H&M bijvoorbeeld. Dit is het eerste item. Oh, hier ben ik echt heel benieuwd naar. Ik heb namelijk deze maxi skirt uitgekozen, oftewel een hele lange rok. En deze heeft een perzikkleur zoals je kunt zien. Heel licht is die, ook wel een beetje nude-achtig. Zwarte elastische band. En als het goed is komt deze helemaal tot de enkels, dat hoop ik in ieder geval. En ik zie dat die best wel doorschijnt, maar dat er een onderrokje in zit. Dat vind ik wel fijn, zodat ja, je niet mijn hele billen en alles er doorheen ziet schijnen. En het is van zo'n chiffon-achtige stof, als ik het goed heb. Heel zacht. Zo'n sjaaltjesstof vind ik het altijd een beetje. Dit is een top als het goed is. Oh, deze is wel heel groot volgens mij. Maar dat hoort denk ik. Dit is een hele losse tanktop. Echt zo'n sportachtige top. Met een bloemenprint. Dat vind ik wel heel erg leuk. En de achterkant is gewoon wit. Maar dat zijn van die gaasjes. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Er zitten allemaal van die gaasjes. Gaatjes, jeetje. En dat zit in de voorkant trouwens ook. Dit is echt zo'n sportief model. Vind ik wel heel erg tof. Dat is wel iets voor mij, denk ik. En deze heb ik in maat SM. En die is dus vrij lang en breed. Maar zo hoort die gewoon een oversized shirt. Dit is een broek. Een witte broek. Is die echt helemaal wit? Ja, een beetje crème kleurig wit. En het is zo'n bikerachtig model. Want hier bij de knieën zitten van die ribbels, wat van die motorpakken ook altijd hebben. Het voelt ook een beetje aan als een motorpak. Het is een beetje de fake leather-achtige stof. Ja, ik hoop dat hij lekker zit, dat hij niet te zweterig is. En dat hij goed aansluit en zo. En ik heb deze in maat S. Ook bestelde ik dit broekje. Dit is een high-waisted zwarte broekje. En ik hou echt van high-waisted kleding, zoals jullie ondertussen wel weten. En deze is dus zwart. En hij is een beetje kapot. Zo, dat hoort dus. Met gaten erin. En van die scheuren. En aan de achterkant. En rafels aan de onderkant. Dit is de achterkant. Ook zo'n ripped and destroyed effect. Hij ziet er wel vrij groot uit. Dus ik hoop dat ik hem goed pas. Ook bestelde ik schoenen. En hier ben ik natuurlijk heel erg benieuwd naar. Het zit alvast in een mooie doos. Wild Diva Lounge staat erop. En dit zijn echt van die zomerschoenen. Oh ja, deze vind ik wel leuk. Het zijn een beetje van die gimpachtige idee's. Slip-ons heten ze geloof ik officieel. Dit zijn ze. Het zijn van die instappers, zo heet dat op zijn Nederlands geloof ik. En deze hebben dan een zwart-wit luipaardprintje. Ik vind ze heel erg tof. Ik hoop ook dat ze passen. Ik ga ze meteen aandoen. Yay! Er zit natuurlijk ook een ander bij hoor. Maar ik dacht ja, eentje is wel genoeg om te laten zien. Ja, ik vind deze wel tof. Lekker voor de zomer, lekker luchtig. En tot slot bestelde ik nog twee sieraden. Allereerst deze ketting. Oh gaaf, deze vind ik wel mooi hoor. Dit is een beetje een crème kleurige statement ketting. Hij ziet er mooi uit. Niet heel goedkoop, wat je wel eens hebt bij goedkopere statement sieraden. Maar gewoon ja, hij ziet er goed uit. Hij voelt ook stevig. Met zilveren diamantjes zitten er nog bij. En het is een beetje een off-white kleur. Een beetje crème kleurachtig. En het laatste dingetje is dus ook een sieraad. En dit zijn oorbelletjes. Leuk dat ze in zo'n zakje komen. Zo gaan ze ook niet. Oh, er zit nog iets in. Was ik even vergeten, maar ik had ook nog een armbandje besteld. Die zat dus ook in het zakje. Dat is dit gouden Infinity Bracelet armbandje. Het is een heel dun armbandje, daar hou ik echt van. Een beetje dat subtiele. Misschien ga ik deze wel om mijn enkel dragen, want daar vind ik hem ook wel heel erg leuk voor in de zomer. En dit zijn dan de oorbellen. En ik draag bijna nooit oorbellen, maar ik vind ze gewoon wel heel erg leuk. En daarom heb ik ze ook besteld, want ik zou het eigenlijk weer vaker moeten dragen. Oh, ik zal ze eerst even laten zien. Dit zijn ze. Het zijn van die grote driehoek oorbellen.
goud. En die staan al zo ongeveer. Deze vind ik wel wat hebben. Die maken me ook wat stoerder en minder popperig, denk ik. En dat was alles wat ik heb besteld bij Come Get Fashion. En ik ben heel erg tevreden met alles wat ik binnen heb gekregen. Het ziet er precies zo uit als op de foto's, op de webshop. Ik moet het natuurlijk nog gaan aanpassen. Jullie hebben die beelden al gezien, want die heb ik er al in verwerkt in de video. Maar voor mij is het nog even afwachten of het allemaal goed past. Maar ik denk het wel. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! This show, so far, we're only about halfway through. This is definitely one of my favorite shows in the store.